Ik ben Maaike van Eindhoven. Ik werk voor Stichting Utrecht voor Global Goals. En wij hebben Climate Planet hierheen gehaald. De Global Goals zijn 17 afspraken vanuit de Verenigde Naties die ervoor moeten zorgen dat iedereen een fijn en goed leven kan leven. Het probleem van klimaatverandering lijkt heel groot, heel abstract. Daarom hebben we de Global Goals. Dat zijn afspraken waarmee je aan de slag kunt. Ik hoop dat we met Climate Planet kunnen bereiken dat er een heleboel mensen zien dat het hele grote probleem van klimaatverandering ook heel klein te maken is. En dat je met hele kleine dingen wel echt iets kunt veranderen. We gaan kijken naar 3 voorbeelden van mensen die werken aan de Global Goals. Ieder op hun eigen manier, met hun eigen projecten. Op gebied van klimaatverandering, armoedebestrijding, economie, onderwijs. En zij willen jullie inspireren om ook aan de slag te gaan. Ik ben Matthijs Begijn en ik coördineer een schoolprogramma waarbij leerlingen van middelbare scholen in het hele land metingen doen aan klimaatverandering, aan natuur, aan bodem, lucht. En ze helpen zo wetenschappers om meer kennis te krijgen over natuur, milieu en klimaat. NASA kijkt vanuit de ruimte met satellieten naar de aarde. Die leerlingen die kijken vanaf de grond. NASA gebruikt dat om beter te begrijpen wat ze meten met hun satellieten. We werken in Nederland met meer dan 100 scholen die allemaal die metingen verzamelen en doorgeven via het internet, zodat leerlingen het onderling met elkaar kunnen uitwisselen en ook wetenschappers het kunnen gebruiken. Nou, wat ik zo gaaf vind is dat eigenlijk alle leerlingen nu in heel Nederland en over de hele wereld gewoon mee kunnen helpen met echt wetenschappelijk onderzoek doen. Onderzoek dat er echt toe doet. Ik ben Paulien van Dongen, ik ben modeontwerpster. En ik combineer mode en technologie om nieuwe alternatieven voor het huidige modesysteem te onderzoeken. En dat doe ik vooral op het gebied van duurzaamheid. Zo integreer ik zonnecellen in kleding, zodat je energie kan opwekken en ook een nieuw soort relatie met je kleding kan ontwikkelen. Nou, een van mijn grootste frustraties is dat mode eigenlijk steeds meer een wegwerpproduct is geworden. Mode gaat alleen maar over het visuele en niet over het materiaal. We weten eigenlijk niet meer waar het wordt gemaakt, hoe het wordt gemaakt, wat er voor nodig is. En ik vind het heel erg belangrijk om mensen erop te wijzen dat die relatie die we tot onze kleding hebben, dat we daarmee eigenlijk meer duurzaamheid in het systeem kunnen creëren. Ik denk dat mensen in hun dagelijks leven heel veel zelf kunnen doen. En dat begint bijvoorbeeld met kijken naar het label in je kleding. Waar komt het vandaan? Waar is het gemaakt? En waarvan is het gemaakt? Maar ook als je bijvoorbeeld op het punt staat om iets nieuws te kopen, denk goed na of je datgene echt nodig hebt en hoe lang zoiets meegaat. Hoe tijdloos is het? Mijn naam is Jermaine Bridgewater. Ik ben een muzikant. Ik ben gespecialiseerd in het rappen. De manier hoe ik mij inzet voor de Global Goals is door middel van mijn project de Global Goals Rap Challenge. En met de Rap Challenge leer ik jongeren over de Global Goals en we praten erover. En ik leer ze ook rappen, zodat ze op die manier de boodschap kunnen verspreiden tussen hun vrienden en familie. Dit maakt mij gelukkig. Dit is wat ik doe als ik 1 miljoen euro verdien. Dit is ook wat ik doe als ik geen geld heb. Dus dit is waar ik voor opsta. En dit is als ik ga slapen, dat ik denk, ja man, ik heb een goede dag gehad. Wat ik graag zou willen is dat we met z'n allen naar de wereld kijken door de ogen van kinderen. Zo hoe logisch het voor hun is om met z'n allen positief bezig te zijn. Dat wil ik dat we dat met z'n allen doen. En voor hun is het super simpel om eraan te werken. En laten we het ook voor onszelf zo super simpel mogelijk houden. En met z'n allen, ja man, gewoon met liefde de wereld weer mooi maken.